Wij zijn 4,5 kilometer zonnebloemlinten aan het aanleggen. Er waren geluiden dat het mono-landschap, gras, mais, dat dat best wel iets in kon veranderen. Nou, wij doen mee om te laten zien dat we ook biodiversiteit belangrijk vinden. Dat we ook een mooi landschap belangrijk vinden om aan de toeristen te laten zien. En daarom doen we mee om een meter of drie te laten inzaaien met zonnebloemen. Ja, dat de natuur er wat aan heeft en dat ook de toerist die hier langs fietst daar een mooi gezicht. Ze vinden toch vaak mais een monocultuur. En dat mag, dat mogen ze vinden. En dan willen wij wat proberen een mooie bloemenrand in aan te brengen. Zodat zij tegen die bloemenrand aankijken en wat minder tegen de mais. Om de biodiversiteit te vergroten kan de boer kiezen tussen een zonnebloemlint of een patrijzenlint. Boer Harry Gevers heeft nu gekozen voor een zonnebloemlint. Die zonnebloemen, dat was hun initiatief. Die kun je meehaksen. Dus het kan ook aan de koeien gevoerd worden. Ik heb in het verleden ook wel met andere bloemenranden meegedaan. We hebben dit jaar hiervoor de keuze gemaakt. Het kan best zijn dat we een ander jaar zeggen van we hebben voer genoeg. Of er is toch vraag naar meer diversere soorten. Dat we dan met een ander project, met het patrijzenproject meedoen. Dus. Dat patrijzenlint kun je het najaar niet meehakselen voor het voer van de koeien. Want er zitten giftige zaden in wat niet goed is voor de koeien. Gevers is al langer met biodiversiteit bezig. Zo zaait hij zijn grasland in met klaver. Klaver heeft natuurlijk ook een bepaalde waarde. Maar het bindt ook stikstof uit de grond, uit de lucht. Hè. Dus daar hebben wij gratis stikstof die weer beschikbaar is voor de grasteel. Dus dat soort dingen. We proberen kruiden en grasland. Ik heb bij huis een hectare of 7 kruidenrijk grasland ingezaaid. Om daar ook wat meer oog, wat meer diversiteit, wat meer voor de biodiversiteit te doen. En om toch een goed gewas te hebben voor mijn koeien. Dus we proberen op allerlei fronten daaraan te denken. En toch meer de beweging wat de samenleving van ons vraagt. Het is ook de samenleving die er mede voor zorgt dat de biodiversiteit in het buitengebied toeneemt. Dat gebeurde door middel van een crowdfundingsactie. Bedrijven, particulieren, toeristen konden daar zich op inschrijven. En dan konden ze meters zonnebloemlint kopen. We moeten niet van subsidies afhankelijk zijn van de overheid. We zijn gewoon een gezonde sector en die moet gewoon zijn brood verdienen. Maar als dit een projectje is waar mensen geld voor over hebben, is het natuurlijk hartstikke mooi. En dat geeft ook een soort verbinding met elkaar. Hè? Zij leveren wat en ik lever wat. En samen kom je tot een mooi project. Dus in die zin is dat natuurlijk ook een mooi iets.